Halleluja. Oh, prijs de Heer. Ik voel Gods aanwezigheid zo sterk hier. En ik moet mezelf een beetje bedwingen om niet te emotioneel te worden. Want God kan ons elke keer weer zo diep raken. En of je nou heel lang in de Heer bent of heel kort in de Heer bent. Als God je raakt, boem, komt het goed binnen. Zoals broeder al zei, Paul is een broeder van mij uit de gemeente Emmanuel, gemeente uit Deventer. Waar ik ongeveer 16 jaar kerk. Maar mijn oorsprong vindt het in Groningen, in de Weijert Zuid. Daar ben ik geboren. Mijn naam is Richard Wijs en ik ben de jongste van 7 kinderen. We zijn altijd liefdevol opgegroeid. Mijn vader komt van Sulawesi, Makassar. En mijn moeder is eigenlijk ook een mengelmoes. Ze heeft iets van Javaans, maar ook Molukse bloed. Dus mijn opa was een Malehollo. Dus eigenlijk ben ik ook weer een mengelmoes daarin. Wij woonden naast de Molukse wijk. Dus niet in de wijk, maar naast de Molukse wijk. Ik had ook veel neefjes en nichtjes in de Molukse wijk. Dus ik groeide eigenlijk van beide kanten op. We waren niet thuis opgevoed met de Maleise taal. Dus soms wist ik ook niet waar ik bij hoorde als kind. Ben ik nou Molukker? Ben ik nou Indo? Ben ik nou Blanda? Ik wist het op een gegeven moment ook niet meer in de jonge leeftijd. Maar goed, ik groeide liefdevol op. Wij groeiden op in de Nederlandse vormde kerk. En daar deed ik ook catechisatie en belijdenis. En het was eigenlijk vanzelfsprekend dat je catechisatie deed, belijdenis deed, naar de kerk ging. Maar echt een relatie hebben met God, dat kende ik niet. En rond mijn 14e, toen ging ik naar de brugklas. Toen raakte ik in aanraking met het sigaretten roken, blowen, dat soort zaken. En ja, je weet niet waar je bij hoort, dus je gaat maar mee. En voordat je het erg in hebt, is het eigenlijk een soort normale iets in je leven. Dat je gaat blowen, dat je gaat feest vieren. En van stapje ga je steeds verder. Dus ook mijn vrienden uit de Molukse wijk, waar ik heel goed mee opging. We gingen ook samen muziek maken. We speelden vroeger hier in de stad. Bij verschillende cafeetjes en feesten en partijen. Maar alles draaide maar door. Maar het leven wat je leidde was gebaseerd op wat we op dat moment deden. Maar ook altijd in combinatie met drugs, softdrugs. Later kwam er cocaïne bij. En dat was mijn leven een beetje. Op een gegeven moment was ik op een leeftijd van 21 en toen had ik echt zoiets van, dit wil ik niet. Ik werkte inmiddels bij Philips in Groningen, bij de Europaweg. En ik had zoiets, ik wil een nieuw leven beginnen. Ik wil wat anders. En ik besloot om bij de KLM te solliciteren. In Amsterdam, op Schiphol. Daar werd ik aangenomen. Ik werd bij de afdeling expeditie kon ik werken. En ik dacht, ik heb een nieuw leven. Weg van alles, ik ga gewoon een nieuw leven beginnen. Maar als je van binnen niet verandert, kan je overal zijn waar je wilt. Maar alles achtervolg je, je neemt alles mee. Zo dus ook voor mij in Amsterdam. Ik raakte weer bevriend met mensen die ook weer in de druk zaten. Collega's, coffeeshops, al dat soort zaken. En het ging nog weer een stapje verder. Uiteindelijk kwam ik in de house scene terecht, waar het om draaide om ecstasy pillen, rare dingen allemaal. Dus ik dreef eigenlijk steeds verder weg. Ik had ook al de nodige relaties gehad met vriendinnen, waarvan ik ook al een zoon heb die inmiddels 27 is. Daarnaast ben ik ook getrouwd, zal ik zo nog even kort over vertellen. Maar ik zag mijn leven gewoon een beetje wegglijden, elke keer weer. En ik vond geen rust, ik vond geen rust in mijn hart. Ik deed alles, ik werkte, ik ging uit, ik stapte, ik deed muziek maken, alles. Maar ik vond geen rust in mijn leven. Op mijn 25e toen besloot ik om uit Amsterdam weg te gaan en ik ging naar Den Haag. En ik had gewoon een hele rumoerige leven en in Den Haag, daar is de Wahala destijds van muziek.
Noordzee Jazz, Koning in de Nacht, overal had je jam sessies. Nou, dat was voor mij te gek. Daar voelde ik me helemaal te gek. Daar heb ik ook veel dingen meegemaakt. Doordat je maar bleef in die scene. Maar daar leerde ik ook een vrouw kennen. En die vrouw, haar ouders, die kerkte in een Pinkstergemeente. Nou, op een ene dag toen zei die vrouw tegen mij, kom een keer mee naar een huiskring en dan gaan we het hebben over God. We gaan bidden, we gaan zingen. En ik ging dus mee. Ik ging dus mee naar die huiskring. En daar leerde ik ook de ouders kennen. En daar kwam dus een jonge voorganger binnen met zijn vrouw, met zijn gitaar. En hij begon daar de mensen aan te spreken en te zingen. En op het moment dat ze begonnen te zingen, weet ik, zo diep geraakt in mijn hart. Ik ervaarde Gods geest zo sterk. En ik bleef, op dat moment bleef ik alleen maar huilen. De hele avond door. Er kwamen zakdoekjes van alle kanten. En ik ervoer gewoon zo sterk. Man, dit is God. Dit is God. En toen ging er een flits door me heen van een aanraking van God, van liefde. Maar tegelijkertijd ook voor mezelf. Hé, waar sta je nu eigenlijk in het leven, Richard? Wat heb je nu eigenlijk bereikt? Of hoe kijk je naar jezelf? En het raakte me zo diep dat ik een half jaar later besloot om Jezus te willen aannemen in mijn leven. Ik zei van, ja, ik wil veranderen. Ik wil van binnen veranderen. Ik wil niet meer die drukke jongen zijn die altijd maar op zoek is naar een kick. Altijd maar op zoek is naar beleving. Ik wil rust, ik wil vrede in mijn hart. En nou, ik heb Jezus aangenomen, maar ik ben daarna vanwege mijn werk, ik heb een switch gemaakt in mijn werk. Ik ben op een gegeven moment bij de cosmetica branche terechtgekomen. Ik ben opleiding gaan volgen. Ik werd op een gegeven moment sales manager van Nederland. Ik stuurde een verkoopteam aan in Nederland. Ik moest naar Parijs, ik moest naar Spanje, ik moest over naartoe. En deze jongen heeft alleen maar LTS. En ik denk van, Heer, het is niet mijn kracht, maar het is uw liefde, het is uw grootheid die door me heen gaat. En zelfs mijn moeder is een hele gelovige moeder, zij leeft gelukkig nog. En ik weet dat daar heel veel kracht achter zit, dat ze altijd voor mij, altijd voor de kinderen heeft gebeden. En ik wil je echt bemoedigen, bid voor je kinderen. Mijn oudste zoon van 27, die zit nu precies in de voetsporen waar ik zat toen ik 22 was. Dus u weet, blowen, dat soort zaken. Maar ik breng hem iedere dag voor de troon van God. En ik weet, hij zal een aanraking krijgen van God. En dat is een bemoediging die ik u mee wil geven. Ja, ik heb me toen in Deventer heb ik ook laten dopen bij de Emmanuel gemeente. En ik heb ook gezegd, Heer, ik wil u volgen, maar ik wil u ook dienen. En God heeft mij ook een gave gegeven met muziek. En vanaf dat moment ben ik ook in het muziekteam gekomen. En wil ik me ook dienstbaar opstellen voor de mensen, voor God, om God te eren daarin. En ik heb ook de wereldse bandjes heb ik achter me gelaten. Waarbij vrienden ook zeiden, jongen, ik snap het niet, jongen. Jij was altijd, ik zeg dat klopt, maar ik wil voor God spelen. En zij begrepen het niet. En ik weet gewoon, God heeft iedereen een talent gegeven en een gave gegeven. Ik wil je bemoedigen, zoek dat uit en breng het bij de Heer en ga voor God aan de slag. Daar zit heel veel voldoening in. En vandaag de dag, ik ben nu 50 jaar, ik ben getrouwd, ik heb twee schatten van kinderen bij mijn huidige vrouw. Een meisje van 8 en een jongen van 10. Ik heb een sportschool in Deventer sinds een jaar. Ik heb een omzwaai gemaakt in mijn leven en ik heb mijn eigen business die ik nu run. Waarbij ik 8 mensen in dienst heb, waarbij ik bijna 650 leden heb. Waarbij ik wel Gods liefde kan laten tonen van of je nou blank bent, bruin bent of wit bent, of je nou dik bent of dun bent, hier mag je zijn wie je bent. Amen. En Gods geest werkt daar doorheen. En ik zie gewoon dat mensen ook zeggen als bevestiging, hey Ries, het voelt hier zo relaxed, ik mag gewoon zijn. En dan zeg ik van, weet je, het is niet mij, het is mijn Heer die hier mag zijn. En mensen gaan het ervaren en daar kan ik het verschil maken in de wereld, dat ik kan getuigen wie God is in mijn leven en wie God ook kan zijn in jou of in uw leven. Dus ik prijs God daarvoor, ik dank hem daarvoor en ik dank ook voor een vriend van mij, Bram Snel, die ken ik vroeger al zo lang. Daar ben ik zoveel mee opgetrokken en ik ben zo dankbaar dat je hier bent, broer.
Dankjewel. Dankjewel. Dat is goed. Amen. God is goed. En het mooie daarvan is het beeld van Jezus. En Jezus had de 99 schapen bij elkaar. En dan zou je denken, ja, genoeg toch, 99 schapen. Maar hij liet ze achter om terug te gaan voor die ene. Richard had het in Deventer voor elkaar gemeente gevonden. Meer dan 99 schapen. Maar op een gegeven moment is het goed om terug te gaan naar de plek waar hij werd uitgezonden. Er zijn momenten dat God je weghaalt uit de situatie, zodat hij met jou aan de slag gaat. Maar het is goed om weer terug te gaan voor die ene schaap. Je kunt denken van, ah, ik zit wel bij de Emmanuel gemeente, meer dan 99 schapen, we hebben een mooie bediening. Maar het is goed om terug te gaan, om Gods glorie te laten zien. Amen. Want wij zingen, Heer, laat uw glorie zien. Maar Gods glorie wordt gezien door jouw leven. Amen. Heen. En daarom is het goed om terug te gaan naar de plaats waar je door de tegenstander bent vastgebonden, zodat het laatste plaatje wat ze herinneren, dat je komt als een vrij persoon. Amen. Anders zullen ze daar altijd zeggen van, ja, hij is toen weggegaan, toen verslaafd en ergens anders. Nee, ik kom nu terug, maar met Gods glorie. Amen. En daarom vroeg ik ook, hey Ries, jij hebt de getuigenis, alles maar voor die ene schaap. Maar dat is voor God belangrijk, die ene ziel waarvoor hij zijn zoon Jezus heeft gestuurd. Daarom, mensen, weet je, het is goed als je 99 schapen om je heen hebt. Maar vergeet niet waar je vandaan komt. Amen. En als jij in de glorie bent, ga terug voor die ene schaap. Amen. Oké, Richard, bedankt. We gaan bidden voor de collecte. En voor de offergave. Collecte lijkt me zo van collecte. Maar een offergave voor God. Ik bid gelijk voor een offergave, maar ik bid ook gelijk voor het woord. Dat is het in één keer. Ja, toch? Oké. Dus na collecte gaat Peros nog een lied zingen. Nou, dan wordt het helemaal feest. Oké. Ja, laten we een moment nemen van stilte en gebed. Vader, dank u wel voor uw zegeningen. U hebt ons zo gezegend. Heer, we willen iets van de zegen willen we teruggeven aan u. We willen u daarvoor danken, Vader. Dank u wel voor elke gever. En we bidden, Heer, ook voor het offer, dat het zijn doel zal bereiken. We bidden ook voor wijsheid, voor degene die het geld beheert. Heer, en dat uw koninkrijk wordt vergroot, Heer. Dank u wel voor elke gever. Heer, we bidden ook voor het woord. Dank u wel voor uw gezalfde. Dank u wel als uw gezalfde spreekt, zult u het bevestigen. Wilt u onze harten openen en wilt u het woord beschermen, zodat als wij het woord hebben ontvangen, dat het niet geroofd zal worden. Dank u wel, Heer, voor alle vrijheid, dat we hier zo bij elkaar kunnen komen in alle vrijmoedigheid, om u te loven en te prijzen, om naar uw woord te horen, Heer. Dank u wel dat de vrijheid, dat die nog is. Dank u wel, Heer, zegen het woord. Dank u wel ook voor het lied wat Peros gaat zingen, Heer. Dank u wel ter eer en glorie voor u. In Jezus' naam. Amen. Amen.